warm-up van woensdag hebben we 4 minuten emmeren. We hebben 10 singelen, of 10 dubbele lunges, 20 singelen lunges, 5 lunches links en rechts, 5 burpees en 5 step-ups. Dus voor het touwtjespringen spreek voor zich. Voor de lunges, rustig naar beneden voor de burpee. En dan voor de step-up stap je op je box. 5 keer links, 5 keer rechts. Veel plezier met deze warming-up. De mobility van vandaag hebben we 2 rondjes op 100 meter overhead carry met je barbell. 30 seconden links en rechts lat stretch en 30 seconden links en rechts calf stretch. Eventueel kun je voor je overhead carry ook een dumbbell gebruiken, maar kijk even wat voor jou haalbaar is. Voor die overhead carry, armen boven je hoofd, ellebogen draaien in. Zorg ervoor dat je niet hol gaat staan, maar dat je rechtop blijft lopen naar de induce key en terug. Daarna hebben we 30 seconden lat stretch per kant en 30 seconden calf stretch per kant. 2 keer. Veel plezier met deze mobility. Voor de strength van vandaag, een keer meer strength als een conditioning, dus iedereen is hier blij. We hebben 3 rondjes dropset, 20 bicep curls, 20 laying, tricep extensions. Dat kan je met barbell doen, dat kan je met dumbbell doen. Eet je maar even met dumbbell voor. Dus voor je bicep curl, kan ook met 2, helemaal naar je toe. Voor je tricep extension. Op deze manier. Daar heb je 8 minuten voor. Voor de workout van vandaag hebben we fulltime 100 single lunges voor A, 100 dubbele lunges voor B en C. Daar hebben we 20 dumbbell farmer carry lunges voor A of 20 dumbbell overhead lunges voor B. En we hebben 10 burpee box step-ups. Dus voor je single lunges of dubbele lunges thuis springen, voor je overhead lunges voor B en C, handen boven je hoofd. Voor je farmer carry, handen op je naast je. Voor je burpee box step over, maak je burpee. Stap je over de box heen, aan de andere kant maak je weer een burpee. En daar heb je 5 minuten voor. Kijk even of dat haalbaar is. Als je wat tijd over hebt, mag je er eventueel wat langer over doen. Veel plezier met deze workout.